In 1978 publiceerde ik het boek getiteld Bongo Dotti 1760, handelend over het leven in de Mama Njuka Creek en de door de Okanisi bereikte vrede al daarvan 1760. In de tussentijd had ik, na mijn eerste gedicht in 1968, nog meer gedichten opgetekend die de dichter via mij geboren liet worden. Mijn beste vriend Dobro, die deze gedichten las, vond dat het goede gedichten zijn. Dat het gedichten zijn met een ziel. Hij drong er dan ook bij mij op aan om deze in een bundel uit te geven. Dat leidde in 1978 tot de publicatie van mijn dichtbundel getiteld Mbego Libaye, opdat de wereld het horen. Met gedichten in het Surinaams, Nederlands, Engels en Spaans. De Spaanse vertalingen heeft Terry Agerkop voor mij gedaan. André Pacuzzi bood aan respectievelijk president Dr. Johan Payet en minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Dr. Anders Ronald Venetiaan elk een exemplaar van zijn gedichtenbundel aan. Het dagblad Vrije Stem vermeldde in haar editie van 13 juli 1978 onder de kop André Pacuzzi komt met gedichtenbundel het volgende. Deze dagen is verschenen van de hand van de dichterschrijver André Pacuzzi de gedichtenbundel Mbego Libaye. Deze gedichtenbundel is opgedragen aan dat deel van het volk wiens ogen nog gesloten zijn, aan hun wiens mond nog niet open is gegaan om de armoede te verkondigen opdat de wereld het horen. De heer Pacuzzi heeft reeds aangeboden aan de president van Suriname en komende week zal hij aan de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Dr. Anders Ronald Venetiaan, zijn werk aanbieden. In 1979 publiceerde ik het boek getiteld De Bosneger Zeden en Gewoonten, waarin ik de traditie van de Maroons belichtte. Het eerste exemplaar van dit boek overhandigde ik aan president Dr. Johan Ferrier. Dit was het laatste boek dat ik publiceerde in Suriname. Ik vertrok in 1979 uit Paramaribo en stichtte mijn eigen dorp Sabana Petty nabij Mungo, waar ik mij bezig hield met onder andere de toepassing van de Maroon traditionele geneeswijze. Ik volgde daarbij ook opleidingen en of trainingen in Amerika, China, Hongkong, India, Zuid-Korea en Thailand in het vervaardigen van kruidengeneesmiddelen. In 1985 bracht ik als eerste Surinamer verpakte traditionele kruidengeneesmiddelen en andere zelfzorgmiddelen op de markt in Suriname. Ik nam in 1985 deel aan de grote productenbeurs op het jaarbeurs, waar ik met groot succes mijn producten introduceerde. Op 1 december 1986, wegens de Bouterse Brunswijkoorlog, vluchtte ik noodgedwongen naar Frans-Guyana. Na een verblijf van 8 maanden in Frans-Guyana, vestigde ik mij in 1987 in Nederland. André Pacuzzi startte in Nederland een bloeiende natuurgeneeskundige praktijk. Zijn cliëntele bestond niet alleen uit Surinamers. Ook witte Nederlanders en mensen uit diverse Europese landen wisten de weg naar hem te vinden. Zijn consulten en behandelingen werden zelfs vergoed door het ziekenfonds, afhankelijk van de soort verzekering die de cliënt had. André Pacuzzi pakte ook zijn schrijverschap weer op. Naast eigen publicaties publiceerde hij in verschillende kranten, gewone en gerenommeerde tijdschriften. Zo publiceerde hij in 1989 samen met Dr. Cornelis Dubelaar in de Nieuwe West-Indische Gids een artikel over het Avakka syllabeschrift getiteld Seven Notes in Avakka. In 1989 volgde zijn publicatie in het tijdschrift Osso getiteld Orale Traditie bij de Bosneger. In het gerenommeerd tijdschrift De Gids verschijnt in 1990 zijn artikel getiteld Arrogantie versus Traditie, Paramaribo en het Binnenlands Gezag. Vanaf 1990
tot 2012, 22 jaar lang, gaf hij in Stichting Sabanafiti Verband het Maron tijdschrift Siboga uit, wat gids betekent. Dit blad verscheen 2 maal per jaar. In elk nummer is minstens een artikel van de hand van André Pakosi te lezen over de Maron-cultuur en geschiedenis. In 1993 publiceerde hij, wederom samen met dokter Cornelis Dubelaar, een artikel in de nieuwe West-Indische gids getiteld Kago Buku, Notes by Captain Kago from Tabiki Tapanahoni River, Suriname, written in Afaka script. In het zeer gerenommeerd tijdschrift Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law van de University of Birmingham in Engeland verscheen zijn artikel getiteld Maroon Leadership and the Surinamese State. André Pakosi publiceerde in 1999 in het tijdschrift Bronnen voor de Studie van Suriname samen met dokter Cornelis Dubelaar het standaardwerk over het Afaka-syllabeschrift getiteld Het Afaka-schrift van de Tapanahoni-rivier in Suriname. In datzelfde jaar schreef André Pakosi de biografie van Gamangasoma Toya, in feite een historiografische proeve van de Okanische Marons, met als titel Gasoma Toya, Surinaams stamhoofd aan het einde van een tijdperk. In 2002 verscheen in het boek Merchants, Missionaries and Migrants onder redactie van Ivan Kessel zijn artikel getiteld Akan Heritage in Maroon Culture in Suriname. In hetzelfde jaar, 2002, verscheen de cd met het door André Pakosi opgenomen Okanisi Maron Zang en Muziek, die aan het verdwijnen is, met de titel I Greet the New Day. Bij de cd is ook een door Pakosi geschreven boekje gevoegd met dezelfde titel, waarin de verschillende liederen worden uitgelegd. Zijn artikel, getiteld Enkele momenten uit mijn jeugd, verscheen in 2010 in Suriname en ik, onder redactie van Noralie Beyer en John Leerdam. In 2012 publiceerde André Pakosi in het jaarboek Centraal Bureau Genealogie deel 66 over grenzen het artikel Onbedoelde zoektochten naar onze Afrikaanse herkomst. In 2013 verscheen zijn artikel getiteld Maroons in het boek The Encyclopedia of Caribbean Religions, uitgegeven door de University of Illinois Press. In 2017 schreef André Pakosi het boek getiteld Mande, de vrouw wie zon blijft doorschijnen. Dit boek is niet voor derden bestemd. Hij schreef het uitsluitend voor zijn 2 kinderen die hun moeder niet hebben gekend omdat zij heel jong waren toen zij stierf. André Pakosi schreef in 2019 het 422 pagina's tellende boek getiteld Okanisi Maron Onomastiek, van jou tot Kenrich, van Abeni tot Rut, een studie naar de betekenis, oorsprong en verspreiding van de Surinaamse Okanisi Maron traditionele persoonsnamen. In dit boek beschrijft hij de oorsprong en betekenis van meer dan 2800 traditionele Maron jongens, meisjes en unisexnamen. Namen die gebaseerd zijn op een sociaal-culturele en etnisch-pragmatische context. Zijn gedicht Abitimo is gepubliceerd in 1998 in Kalalu, Journal of African American and African Arts and Letters van de Johns Hopkins University Press, Baltimore. Ook publiceerde hij in het boek Vervreemd of Vreemdeling, Naar een interculturele geestelijke gezondheidszorg in Nederland, onder redactie van J.T.V.M. de Jong en H.J.M. Wezenbeek. In het handboek Sterven, Uitvaart en Rouw van Elsevier verscheen in 2000 zijn artikel Rituelen rond sterven, uitvaart en rouw bij de Surinaamse Marons. In Kunst van Overleven,
Maroncultuur uit Suriname, onder redactie van Alex van Stipriaan en Thomas Polymé, publiceerde André Pakosi het artikel Ontstaan en ontwikkeling van Maron-religies. In datzelfde boek verscheen ook een artikel van Pakosi samen met Thomas Polymé, getiteld Een nieuw bestaan. Journalistiek werk van André Pakosi verscheen ook in de Nederlandse nieuwsbladen Weekkrant Suriname, Trouw, Volksnieuws en het Parool. Dat Brada Dobro de gedichten die ik optekende goed vond en ook vond dat het gedichten zijn met een ziel, vind ik nog steeds een grote eer. Ook vind ik het nog steeds een grote eer dat hij tijdens een optreden in 1972 van de door mij geformeerde culturele dansgroep in Theater Thalia bij het voordragen van gedichten in het voorprogramma ook mijn gedicht Boesisting voordroeg. Veronam Mami Mina Veronam Anwa Niwawan Veronam Mami Mama Mati Migrawan Fight Control Bang Kis na Vibri Storu Kweko Pijile Pankanka 3